Hoi, ik heb weer een leuk boek voor je gespot. Planeet Omar. En in Planeet Omar neemt Omar je mee in zijn leven. Je kijkt eigenlijk door de ogen van Omar naar de wereld. En dat is hartstikke interessant, want Omar die maakt allemaal hele spannende avonturen mee. In het boek is het Ramadan. En dat is het nu toevallig ook. En in het boek vertelt Omar hoe hij dat samen met zijn familie beleeft. Hij heeft superveel zin in het suikerfeest. En hij denkt dat hij dat alleen gaat vieren met zijn familie. Maar door het boek heen komen er steeds meer gasten bij. Hartstikke gezellig. Ik ben Omar nu aan het lezen. Maar jij kunt Omar luisteren via de Luisterbiep app. Dus download het snel en duik lekker samen met Omar zijn wereld in. Het is nu dus Ramadan en dat betekent dat veel moslims op dit moment aan het vasten zijn. Maar vasten, dat hoort niet alleen maar bij de moslims. Christenen, die kennen ook een vaste periode. Dat heel veel religies op elkaar lijken, dat ontdek je in het hele mooie e-book over engelen, goden en helden. Dat e-book, dat heeft een prijs gewonnen, de Met Vlag en Wimpel prijs. En dat is niet voor niks, want er staan prachtige verhalen in die gaan over de wereldreligies en waar je eigenlijk ontdekt dat die religies wel van elkaar verschillen, maar juist ook heel veel overeenkomsten hebben. Je kunt het boek downloaden als e-book en smullen van de mooie verhalen die erin staan en zo veel leren over de verschillende wereldreligies. Veel leesplezier! Ik ga nog even verder lezen in Omar. Op z'n kop! Doei!